Welkom terug op mijn survival eiland. Jongens, we staan hier boven op het vliegende eiland waar een huisje op staat met een prachtige bel. In de vorige video hebben wij ons avontuur begonnen op dit gevaarlijke eiland met al het giftige water eromheen. We hebben de border een beetje uitgebreid. We hebben dit eiland hier bezocht. En we hebben pas 2 dagen overleefd in deze gevaarlijke serie. Ik begin de video hier omdat ik even alle blokken die ik hier kan vinden mee wil nemen naar beneden. Want ik zei eigenlijk dat ik hier wilde wonen, maar toch wil ik dat niet. Het is namelijk heel onhandig om hier gewoon te wonen. Dus ik wil wel even het hout meenemen, want ik kom hout tekort. Dus laten we gelijk even alles mooi hakken hier. Hoppakee, zo. Nemen we deze... Oh, die ladders kan ik niet meenemen, anders kom ik niet meer omhoog. Zo, dan nemen we al dit hout mee hier. Dit hout gaat namelijk echt gewoon voor veel blokken zorgen. Zo, hoppakee, dan hebben we al het hout bijna allemaal gehakt. Nemen we deze worteltjes hier mee. Pakken we dit nog even. Zit hieronder nog iets verstopt of hierboven? Nee, helemaal niks. Dan is het tijd om naar beneden te gaan. Pakken we die lelijke toren die ik in de vorige aflevering gemaakt heb. Die hakken we ook maar eventjes. Ziet er niet uit. En dan hoeven we hier eigenlijk ook nooit meer terug te komen. Want verder heb ik geen missies hierboven. Want ja, jongens, de border breidt uit door missies te halen. Zoals je hier kan zien heb ik nog behoorlijk wat missies te gaan voordat we deze serie uit kunnen spelen. Dit zijn ze nog niet eens allemaal, want hier hebben we ook nog meer missies. Maar ik wil sowieso de iron missie goed hebben en misschien al een keer de eerste diamonds vinden. Zeebodem, bezoek de bodem van de oceaan. Wat is dat voor missie, jongens? De bodem van de oceaan, jongens. Weet je hoe diep deze oceaan is? En het probleem is niet eens zozeer het ademen onder water. Nee, het water is giftig. Als ik eenmaal in de buurt kom of in het water kom, dan ga ik gewoon dood. Zo giftig is het. Kijk, dan gaan we dit allemaal ook even slopen. Dan ziet het er op zijn minst een beetje mooi uit. Kijk hoe diep dit... Je ziet de bodem haast niet eens. Ik bedoel, kijk hoe diep dat... Oh mijn god, de bodem is echt veel te diep. Mijn pickaxe is stuk. Oké, dat maakt niet uit. Oeh, even snel mijn armor aan. We hebben in ieder geval die lelijke toren daar weggehaald. Dan is het nu tijd om mijn ijzer hier uit te halen die ik in de vorige video erin gedaan dat dit ijzer ook eventjes om te smelten. Maar we kunnen wel al even kijken. Ik ga wel al wat tools maken, denk ik. Een ijzeren pickaxe, een ijzeren axe en waarschijnlijk gelijk een... Oh, ik kan niet een ijzeren shovel maken. Maar ik heb wel meer kisten. Eindelijk meer ruimte. Oh, wat had ik weinig ruimte in mijn kisten. Oké, dan maken we wel nog even de shovel er ook bij. Hoppakee. Goed, want naast mijn missies die ik moet doen om alles uit te breiden, jongens, wil ik ook gewoon even een beetje een huisje hebben, weet je. Ik vind dit kan natuurlijk niet. En dit mysterieuze zand hier slopen is eigenlijk zonde, zou je zeggen. Maar als ik eruit ga graven, het enige wat ik de hele tijd krijg is kool of ijzer. Of eigenlijk gewoon vooral kool. Dus het is het mij niet waard. Ik ga het gaan hakken. Laten we het even allemaal een beetje plat walsen hier. Zodat we een leuk huisje kunnen creëren. En gewoon even kunnen wonen. Want dit kan echt niet hoe we nu leven. Dit is echt een schande. Oké, we hebben het bijna op het platte niveau dat ik het wil hebben. Het is nog wel een beetje een rommeltje. Maar dan kunnen we daarna even een beetje dichten. En dan kunnen we een outline gaan maken voor mijn huisje. Ik wil niet te ingewikkeld gaan denken. Zo, ik wil gewoon een huisje hebben waar ik kan wonen. En waar ik mijn spulletjes kwijt kan. En ik wil een mooie ruimte hebben waar ik deze generators hier neer kan zetten. Want ik heb gewoon generatoren hier staan die kool, ijs of kool, koper en hier beneden ook nog eens emeralds maken. Dus die moeten wel even een mooi plekje hebben. Oké, dan dichten we alle lelijke gaten even hier zo. Hoppakee. Geeft al iets meer rust dat het er nu zo uitziet. Gewoon iets minder raar. Het probleem is, ik kom echt hout tekort. Dus ik denk dat ik mijn huis wel een beetje met hout wil gaan bouwen, maar niet van buiten. Ik denk dat ik vooral sandstone wil gaan gebruiken. Dit omdat ik zand genoeg heb. Ik kan het omsmelten hier. En ik heb toch kool genoeg, weet je. Daar kunnen we wel deze aflevering heen. En ik gok zelfs als we een beetje een achievement halen dat we zelfs naar dat eiland kunnen. Kunnen we die koetjes en de schaapjes bezoeken? Oeh, of het piratenschip misschien. We komen in de buurt van aardig wat dingen, jongens. Ik ben heel benieuwd. Oh mijn god, dit moet je helemaal niet omsmelten. Ik heb glas gemaakt. Ik ben ook zo een ei. Je moet sandstone gewoon maken zoals dit natuurlijk. Zo stom. Ah ja, nu heb ik alvast wat glas. Nu heb ik op zijn minst alvast wat glas. Goed, laten we even een simpel huisje bouwen. Het mag heel klein zijn. Dat is helemaal geen probleem. We kunnen zeggen, we maken hier gewoon de ingang zo. Hoppakee. Gewoon zoals dit. Een leuk simpel sandstone huisje. Zo, hoppakee. Hier 5 tussen. Dan zo. Dan zo, hoppakee. Meer hout dan dit heb ik niet echt. Dus ik moet heel voorzichtig zijn. Zo te zien is het nacht. Maar gelukkig heb ik mijn bed meegenomen uit het huis, jongens. Dus kunnen we hier gewoon slapen. En slaan we een nachtje over. Zo zijn we aangekomen in dag 3. Of bij dag 3, sorry. Ik hoop dat ik genoeg sandstone voor dit ga hebben. Ah, en anders maar niet. Anders maar niet hoor, jongens. Ik moet zeggen, het ziet er op zich ook wel gewoon prima uit, jongens. Ik kom wel een beetje blokken tekort hier en daar nu al. Maar dat is het risico van het vak. Zo, hoppakee, prima. En ik denk dat ik dan vooral ook gewoon met de kelder wil gaan werken. Ik denk dat dat wel heel veel kan schelen. Dus laten we dit zand hier ook eventjes hakken. Dan hebben we namelijk nog meer sandstone en kunnen we gelijk een vloertje erin bouwen. En dan ga ik vooral gewoon echt inderdaad een grote kelder bouwen waar ik mijn spullen kan hebben. Dan zie je, heb ik op zijn minst een huisje, maar veel ruimte hebben we niet. Kijk, dit ook hier hakken is ook gewoon slim. Een paar leuke, simpele details toevoegen. Gewoon om het er toch een beetje leuk uit te laten zien. Het voordeel is dat ik wel al wat glas gemaakt heb. Alleen ik kom een beetje tekort om de paints van te maken. Kan ik dit gewoon slopen, die spawners? Oh mijn god, nee, dan is hij stuk. Huh? Nee, dat meen je. Is hij dan stuk? Hij verdwijnt dan ook gewoon.
Ik kan deze helemaal niet slopen. Oh, wat? Dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Oh, ik heb het verpest. Ik kan ze niet zomaar slopen. Dat is echt heel onhandig dat ik dat niet wist. En wat voor vloertje gaan we erin doen? Ik dacht, misschien kan ik dit bamboe hout wat ik heb. Ik weet zeker dat ik hier, kijk dit. Dat ik dit om kan toveren tot normaal hout en daar gewoon slabs van kan maken. Ik denk dat dat er wel leuk uitziet. Match wel een beetje met het sandstone. Gewoon heel simpel, leuk. Zoals dit, ga ik dat redden? Oh mijn god, ik denk het net aan, aangezien er ook nog een kelder moet komen. Denk ik dat ik het net aan red. Dan doen we hier namelijk gewoon zo. Ja, en dan komt hier de trap naar... Oh, ik red het echt precies. Ik red het echt precies. Helaas heb ik geen smooth sandstone kunnen gebruiken voor de muren. Maar ja, we zijn best wel arm op dit eiland. We zijn letterlijk gestrand op een onbewoond eiland. En het water is giftig. Wat meer wat verwacht je van me? Even het kistje naar binnen verhuizen. De eerste op zijn minst. Kijk, hier hebben we een fence. Die kunnen we daar... Oh, dit ziet er toch leuk uit, jongens. Dit ziet er oprecht gewoon leuk uit. Dumpen we even gewoon alle spulletjes hierin. Dan gaan we die andere kist ook naar binnen verhuizen. Zo, die kist doen we hierbij. Dat is ook een alles is een rommelkist, jongens. Elke kist heeft net zoveel rommel als de andere. Dan de furnaces en zo. Ook naar binnen verhuizen. Wat een rust dat ik een huisje heb. Dat geeft zoveel rust in mijn hoofd. Hey, waar is mijn andere kist? Ik had nog een kist. Huh? Die is verdwenen. Oh, die zitten hierin. Zo, hoppakee. Dan hier, hier. Gaan we ook rommeltjes in doen. Sorteer ik op later wel. Crafting table kan hier op de grond. Nou, dat ziet er niet uit. Dat ziet er niet uit. Zo, crafting table doen we wel gewoon daar. Dan heb ik hout nodig voor een deur. Ik kan een oakdeur maken en ik kan een oakdeur maken. Dat is het enige hout dat ik heb voor deuren. Dus laten we maar een oakdeur maken. Prima. Even een... Oh, wat heb ik lang niet meer dit soort deurtjes gebruikt. Gewoon een normale Minecraft deur. Oké, okay, even toortjes gebruiken om de boel een beetje te verlichten op zijn minst. Hier zo. Even mijn eiland ook een beetje verlichten. Oké, okay, nou, checkpoint 1. Huisje is nog niet helemaal af, maar het lijkt ergens op. Het lijkt op zijn minst gewoon op een bewoond iets. Hé, ik heb hier bamboe fence. Die past er veel mooier bij. Zo, ja, dat is veel beter. Maar trouwens, ik kon die ook fence voor elkaar. Ja, dat vond ik veel leuker staan. Goed. Dan wil ik nu wel een uitdaging halen. En dat is namelijk daarheen gaan. En in mijn vorige video ben ik erachter gekomen dat bootjes maken geen optie is. Dus ik denk dat ik er gewoon heen moet bouwen. Gewoon met blokken zelf. Want ja, ik kan geen bootjes bouwen. En ik heb hout. Alleen hout vind ik zonde. Dus ik ga liever met bijvoorbeeld dit soort random blokken. Die kan ik dan later allemaal slopen. En dan verdwijnen ze maar gewoon in de oceaan. Maar laten we kijken of we het hiermee redden. We gaan het zien, jongens. Want ik kan het weer even demonstreren. Als ik het water aanraak, staat er het water is giftig. Ga er snel uit. We moeten niet in het water terechtkomen. Ik denk dat ik het... Kan ik dit redden? Als ik heen en weer ga... Ik ga het gewoon proberen. Au. Oh, oké, dat redden we. Dat redden we. Niks aan de hand. Wat zit er in deze kist? Een cactus? Bomen? Hey, challenge cactus behaald. Wat een challenge dat blijkbaar dat je cactus moest hebben. Oké. We hebben ook saplings, steak, een nieuwe axe, een shield en een iron generator. Ja. Ja, dit is geweldig, jongens. Een generator voor mijn ijzer. Dat is geweldig. Oké, laten we dit boompje hier even hakken. Dat is gewoon gratis hout namelijk. Hoppakee. Is er dan... Oké, daar kunnen we nog niet heen. Ancient cave. Oh, dat moet ik hebben. Ik moet die grot hebben. Oké, jongens, laten we teruggaan. Komt-ie. Zit hier nog onder iets misschien? Verstopt? Je weet maar nooit. Oh, nou, in ieder geval, het eiland is nu... Ik weet, ik ga dit eiland ook gewoon helemaal slopen. Dit eiland gaan we helemaal slopen, jongens. We moeten het bewijsmateriaal vernietigen. Het bewijsmateriaal moet vernietigd worden. We zijn hier nooit geweest. Dit eiland heeft nooit bestaan. Weg ermee. Weg ermee. Hoppakee. Oké, dit wordt wel eng. Komt-ie. Het water is giftig. Het water is giftig. Eruit. Oké, zo. Oeh, dat ging net aan goed. Gaan we dit allemaal weer slopen, want het ziet er ook niet mooi uit. Ik wil mijn eiland wel een beetje netjes houden. Oké, en die blokken die hier allemaal drijven, die zullen zo meteen wel despannen. Dat is geen probleem. Oh, wat is dat? Oh, oké. Er is daar nog een onderwatertempel. Die had ik nog niet eerder gezien. Zo, hoppakee. Dan hebben we hier mijn spanners, jongens. Daar moeten we dan helaas maar deze locatie van houden. Dat is dan niet anders. Wat ik wel dan even netjes wil doen... om duidelijk te maken dat dat coal generators zijn... is er koolblokken van maken, zoals dit. Dit zijn coal generators, dus die staan op koolblokken. Dan doe ik hier heel even mijn iron generator plaatsen. Oh, mijn iron generator plaatsen die ik zojuist heb gevonden. En zodra ik een ijzeren blok heb, kan ik die eronder zetten. Maar eerst... Gezondheid. Oké, deze cactussen wil ik wel gaan farmen. Dus laten we die even hier plaatsen, zodat die gewoon kan groeien. Heb jij nog een deal voor mij, Simon? Nog niks bijzonders. Ja, die emerald generator heb ik heel stom hier beneden geplaatst. En die kan ik gewoon niet meer verplaatsen van locatie. Dat is wel echt heel jammer. En het zo te zien wordt de dag. Laten we even in mijn nieuwe huisje slapen. In mijn nieuwe niet afgebouwde huisje. Hé, mijn bed. Waar is die? Oh, mijn bed moet nog een mooi plekje hebben. Hier, jongens. Dit is de perfecte plek voor een bed. En wat ik dan ga doen... is die oak saplings, die moeten ook direct geplaatst worden. Want ik heb eindelijk genoeg hout om een beetje een dak bijvoorbeeld op mijn huis te doen. Dus laten we die gewoon even hier heel lelijk zoals dit plaatsen. Maar dan kunnen ze gewoon op zijn minst groeien. Zo, kijk, nu kunnen de bomen groeien. Dus lopen we dit gedeelte hier ook even. Dit ziet er ook allemaal niet uit.
Ik wil echt weten hoe ik een bootje kan craften, jongens. Hoe craft je een boot in deze wereld? Want normale, je kan niet zoals normaal een bootje craften. Anders had ik heel makkelijk overal even naartoe. Nou, trouwens, die boorden die houdt me nog tegen. Maar dat bouwen zoals dit had niet gehoeven. En ik heb ook echt eten nodig. Mijn eten is echt gewoon... Ik ben echt arm met eten. Ik weet dat ik worteltjes... Oh, ik heb hier nog steak. Alleen ja, ik had ook ergens worteltjes. Ja, hier. Ik kan een wortelfarm even maken. Hier, dan maken we ook gewoon nog een hoofd van... Oh nee, we hebben hier nog een normale hoofd. We gaan een worteltjesfarm maken, jongens. Beter dan niks. Beter dan helemaal niks. Heb ik... Alleen, ja, er is niet echt dirt. Weet je, we maken wel een farm zodra we op dat eiland terecht kunnen komen. Zodra we op dat eiland zijn, ga ik daar mijn farm-eiland van maken. Dan maken we ook een keer een mooie brug ernaartoe. Ik heb een visengel, dus ik kan altijd vissen wanneer het nodig is. Hey, ik heb hier trouwens gewoon bamboe. Als ik dit blijf hakken, zo... Dan kan ik ook gewoon dat bamboehout blijven gebruiken om blokken van te maken. Maar goed, mijn missies. Laten we even kijken. Bezoek het Plains-eiland. Ja, de Taiga-eiland. Daar kan ik alleen nog niet heen. Vang een zampie in een emmer. Ja, maar ik kan toch niet zwemmen? Hoe moet ik dan een zalm überhaupt vinden? Vang alle 5 de vissoorten. Oké, dat kan ik. Ik heb een mooie vis, jongen. Ik moet alle 5 de vissoorten vangen, jongens. Hey, hier heb ik trouwens ook een farmpie. Oh, joh. Dat wist ik niet eens. Nou, laten wij van alle 5 soorten... Dat is volgens mij een zalm. Dus een kot is dat. Oh. Oh. Oké, we hebben hier een kot. Dat is een kabeljauwtje. Nu moeten we nog de zalm. Dan hebben we er 2. Een pufferfish. Wat kan je nog meer vangen? Een tropical fish. Dat zijn er nog maar 4 vissoorten die je kan vangen in Minecraft. Een name tag. Oké, sure. Dat is alleen geen vis. Hey, een zampie. Dat is 2, jongens. 2 van de 5. Oké, nog een kabeljauwtje. Ik denk dat de pufferfish het meest moeilijke gaat zijn om te vangen. Als in dat gaat het langst duren. Dus ik hoop dat het niet al te lang duurt. Hey! Een puffervis, dat ging snel. Dat ging oprecht sneller dan verwacht. Ik had in de tussentijd dat ik ook een Nautilus shell gevangen. Maar nu moet ik dus alleen nog een Nemootje vangen. Maar ik denk dat ik daarvoor even een beetje naar tropische water aan de andere kant moet. Bijvoorbeeld hier. Kijk, hier is allemaal tropisch water. Ik denk als ik hier ga vissen, dat ik meer kans heb om bijvoorbeeld zo'n clownfish. Zo'n tropical Nemo visje te krijgen. A few moments later. Oké, jongens, ik denk niet dat ik tropical fishes kan gaan vangen. Maar ik zie ze daar wel zwemmen. Dus als ik nou misschien heel even het water inspring... En gewoon geluk heb, want ja, ik heb al heel veel gevangen, maar tropical fish wil niet helemaal lukken. Dus misschien kan ik ze deze kant op lokken. En dan gewoon het water inspringen, 2 seconden naar beneden zwemmen. Hun slaan, visje vangen en terug het land op. En dan moeten ze wel even in de buurt komen. Kijk, daar komen ze jongens. Ik ga het gewoon proberen. 3. Oh, ze gaan wel heel diep. Oeh, jullie gaan wel heel... Nee, kom terug. Nee, jullie gaan veel te ver. Het was makkelijker toen jullie dichtbij waren. Ik denk niet dat ik dat overleef. Als ik daarheen ga om die te pakken. Jullie misschien? Jullie zijn wat dichterbij. Jij? Oh, dat is Nemo. Oh, ze zijn dichtbij, jongens. Ik ga ze pakken. Ik ga het gewoon proberen. Oh. Kom hier. Ik ga dood. Ik ga echt 100% dood. Kom. Nee, ik ga terug. Dat red ik niet. Ik ga dood. Ik ga terug. Oh mijn god, ik ben ook traag. Ik ben traag als dikke stront. Ik ga dood. Ik ga het niet overleven. Ik ben dood. 3, 2, 1. Nee. Mijn eerste dood, jongens. Nee. En mijn spulletjes liggen verspreid in het water. Waarom heb ik niet gewoon even mijn spulletjes weggedaan net toen ik deze actie ging doen? Kijk dit nou. Oké, wat is het belangrijkste om te verzamelen? Gewoon hier sowieso, dit. Oké, dit verzamelen hier en dan snel terug het land op. Oké. Dan heb ik mijn vissengel. Met mijn vissengel kan ik denk ik de rest wel opvissen. Hier, zie je? Oh, joh. Niks aan de hand, jongens. Die dolfijn kon me ook even helpen zo te zien. Hier, we zijn mijn eigen spulletjes weer aan het opvissen. Hoppakee. Die ook. Ik wil die graag weer hebben. Ik wil graag dat... Die ex daar in de verte wil ik ook wel hebben. Zo, die is voor mij. Even kijken. Oeh, die helm daar. Die ziet er wel leuk uit. Oh, dat ga ik alleen net niet redden. En die puffvissen, die hoe ook niet. Ja, hoe ver komt mijn hengel? Oh mijn god, mijn hengel gaat dat niet redden. Dolfijn, waar ben je? Je kan me net zo lief helpen. Waarom wilde ik dit ook zo graag doen? Jongens, voordat het despawnt, ik heb snel blokken nodig. Ik weet dat dit zonde gaat zijn van mijn hout. Maar het wordt nacht en ik ben bang dat mijn spullen gaan despawnen. Oh, ze zijn nog niet gedespawnd. Snel. Boom, 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 boom. Snel voordat het despawnt. Kom. Jou heb ik nodig. Jou, of vooral die helm wil ik graag weer hebben. Kom, helm. Kom hier. Ja, je bent voor mij. Die ex daar of die hody wil ik hebben. Die puffvisjes wil ik hebben. Top. Oh, waar kom jij vandaan? En graag die ex daar. Hoe kom jij zo ver, ex? Dat snap ik niet. Ga weg. Stom beest. Hier. Kom naar me toe. Ga weg. Kom naar me toe. Ga weg. Sterf, kom hier. Kijk, weet je, die ex die ligt mij wat mij betreft ver. Deze visjes kunnen we gelijk even omsmelten tot lekker eten, jongens. Op dit moment hebben we niks om te eten. Vang alle 5 de vissoorten. Ik mis echt alleen nog die pufferfish. Of nee, die tropical. En wat is dan de 5e überhaupt? Is dat een Nautilus shell? Het is zo verwarrend soms. Mijn pickaxe! Die moet ik ook hebben. Hoe kom jij helemaal daar? Oh mijn god, mijn pickaxe. Wacht.
Ik heb blokken nodig. Zand gaat niet werken. Sandstone. Ik heb geen pickaxe. Ik moet mijn pickaxe hebben. Dat is heel zonde van het ijzer. Hoe ben ik letterlijk in aflevering 2 al gewoon zo stom bezig? Het is pas aflevering 2, jongens. Kom maar hier, pickaxe. Kom maar terug naar huis. En mijn eten, die wil ik eigenlijk ook wel graag hebben. Zo, alles is weer hersteld. Het leven is weer goed. Weet je, ik ga wel even voor andere missies. Ik bedoel, dat vissen, laat maar in de reacties weten. Wat zijn alle 5 de vissoorten? Mis ik iets? Ik ga nu wel voor de advancement iron ingots. Heb 16 iron ingots in je inventory. Nou, we hebben gelukkig die pickaxe hier. En hier beneden hebben wij nog... Oh, kijk, hier hebben we een iron farm. Dus we hebben al 3 ijzer hier. Dus moet ik er nog een paar hier hakken. En gelukkig is er nog genoeg. Gaan we even kijken of we al het ijzer hier kunnen vinden en hakken. En dan kunnen we die missie halen. En dan hebben we gewoon nog op zijn minst wel een goede missie gehaald. Oké, we hebben er in totaal nu 9. En volgens mij had ik er ook nog eentje in mijn kist hier. Even kijken of hierboven of ineens ergens. Oh, hier eentje. Oh, en 7. Oh, dan hebben we genoeg. Als we dit omsmelten, hebben we genoeg. A few moments later. Goed, komt ie. 3, 2, 1, doem. Dan hebben wij challenge ijzerstacks behaald. Oké, en dan zie ik dat we daar nog niet helemaal heen kunnen. Er is een klein beginnetje daar waar we erop kunnen. Maar voor de rest is er... Nee. Ik zie diamonds. Diamonds. Dat is een missie. Dat is een missie. Oh mijn god. En mijn bomen zijn gegroeid. Oké, laten we deze bomen even hakken. Wat ben ik blij dat deze bomen zijn gegroeid. Nu kunnen we mijn huisje even afbouwen. Alle nieuwe saplings die ik krijg moet ik gelijk plaatsen. Zodat ik niet de saplings kwijtraak en niet meer nieuwe bomen kan plaatsen. Oh, ik mis hier één houtblokje. Wat irritant. Ik haat grote bomen, jongens, in Minecraft. Je mist altijd een houtblokje waardoor de leaves niet weggaan. Zo te zien droppen de nieuwe saplings ook al aardig snel. Dus dat is ook fijn. Deze nog even hakken hier. Zo, kijk. Helemaal top. Helemaal top dit. Dan is het tijd om een dakje te bouwen. En materialen naast het hout dat ik heb is wel nog heel schaars. Dus ik denk niet dat het een heel mooi dak wordt. Maar hè, wat maakt het uit? Een dak is een dak. Dat is vooral wat belangrijk is hier. Even kijken, hoe kunnen we dit leuk doen? Zo, hoppakee. Hier een klein dak erop. Zo. Meer dan dit is niet nodig. Het gaat echt het meest simpele dak ooit zijn. Maar dat maakt het denk ik ook wel leuk. Zo, de outline is gemaakt van het dak. Het ziet er een beetje simpel uit. Maar ja, zoals ik al zei. We moeten het doen met de materialen wat we hebben gewoon. En dat is letterlijk alleen ook hout op het moment. Meer hebben we niet. Oh, wel even al die saplings oppakken hier. Dan kan ik nog meer bomen maken. Jeetje, wat de saplings. Huh? Het zijn er gewoon 14. Oh mijn god, 15. 16. 16 ook saplings. We kunnen een mooie bomenfarm maken. Zo, hoppakee. Dan is dit gedeelte van het dak af. Hier even hetzelfde patroontje een beetje doen. Hier ook weer. Helemaal naar de overkant. Zo, hier ook weer. Hoppakee. Zo, zo. Dit trekken we dan ook mooi door. Dan heb ik... Nee, mijn axe is stuk. Oh, nu is het wel zonde van... Oh nee, trouwens. Ik heb gewoon hier een nieuwe axe. Ik had genoeg ijzer. Niks aan de hand. Dan maken we nog even de laatste slabs. Dan stoppen we die ook netjes hierop. Zoals dit. En dan laten we deze nog even zo hierheen lopen. En dan hebben we een heel rommelig, maar wel echt, moet ik zeggen, best wel een heel leuk huisje. Heb ik nog een beetje sandstone nodig. Dus laten we even gewoon alles hier hakken zo. Dat we een beetje sandstone kunnen maken. Hop. Dan hebben we er 3. Stoppen we die. Oh, hier moet gewoon hout bijvoorbeeld. Ja, hier moest hout, oké. Dan kan ik hier beter gewoon een ster van maken. Dat ziet er minder... Ja, dat ziet er beter uit. Hier kan ook beter een ster komen. Hier ook. En dan daarboven sandstone. En dan hier weer hetzelfde. Zo, hoppakee. Stairs, tonk, tonk. En dan daarboven een sandstone. Nou, nah, dit is toch leuk, jongens. Dit is toch leuk. Heb ik toevallig boommeel? Of bot? Ja, ik heb botten hier. Nou, kijk, die botten kunnen we dan mooi gebruiken. Zo gaan we even een boompje laten groeien. Maken we heel even een schaar. Eten we even wat vlees. Dan zeg ik tegen dit boompje, groei jij eens op tot een normaal boompje. Dan hakken we hier even met de nieuwe schaar die we hebben. Alle blaadjes. Oppassen dat ik niet in het water val. Dan ga ik weer dood zoals net. Kijk, leuk is, dan hebben we wat blaadjes. Die blaadjes kunnen we dan gewoon hier zo plaatsen als leuke decoratie. Kijk, hier hebben we zelfs gewoon een soort tuintje. Hier ook weer dit zo netjes. En dan hier sluiten we het ook mooi af. Zoals dit. Hoppakee. Nou, nah, ik ben tevreden, jongens, met het huisje. Hier hoeft het alleen niet zo overdreven bij deze. Hier maken we gewoon een leuk bankje. Zo, kijk. Een leuk bankje. Daar kunnen mensen kunnen we zitten een keertje als we willen. En dan kunnen we genieten van een soort van het uitzicht. Een fence gate. Die fence gate stoppen we leuk hier, zodat het echt een soort tuintje is. Moet er een keertje gras komen of zo. Maar ja, we hebben nog alleen dirt. Ja, hier hebben we gras trouwens. Maar dat zal wel. Kijk, we hebben nu gewoon... We hebben een huisje, jongens. Even het dakje van binnen dichtbouwen. Het gaat regenen, zo te zien. Oh, dan ben ik heel benieuwd, jongens. Nou, als het gaat regenen, doet regen pijn. Want dat is ook water. Kijk. Oh, mijn god. Regen is giftig. Dat meen je. Ik kan dus nu... Oh, wat ben ik blij dat ik toevallig dan nu mijn dak af heb. Ik heb echt letterlijk net mijn dak af en het gaat regenen. Dat mee... Oh mijn god. Oké, okay. Nee, dan staan we veilig, jongens. We zijn veilig. De regen is giftig. En we hebben net mijn huisje af van binnen. Althans van buiten. Dus nu kunnen we een kelder bouwen met weet ik wat allemaal. Maar we kunnen in ieder geval nu gewoon hier naar de regen kijken, terwijl die giftig is. En de video lekker afsluiten, want meer kunnen we toch niet doen. We moeten wachten tot de regen voorbij is. Dus dank jullie wel voor kijken naar deze video. Vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. We hebben bijna 400.000 abonnees. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan even lekker.
deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Hierin zijn we begonnen. Heel spannend. Zeker een aanrader om te kijken als je het allemaal wil snappen. En nu spreek ik laat glaasje water. Tot de volgende keer.